De boom betekent voor mij best wel veel, want ik vind opa hield heel erg van de natuur, van bomen. Hij vroeger heel veel bomen ook geplant hier in Leidschendam. Het waren harde werkers en dit is echt wel een plek waar je tot rust zelf kan komen. En dat vonden opa en oma ook heel erg belangrijk. En opa en oma waren gewoon familiemensen, dus dat is gewoon fijn dat, ja, dat je hier dan even kan zitten en weer terug kan denken aan de tijd van vroeger. Ik ben Suzanne Wijnschenk en wij hebben als familie hier een boom geadopteerd. Nou, mijn opa en oma zijn overleden en we hebben een hele grote familie. En met elkaar dachten wij, dit is gewoon een hele mooie plek om hier een boom te adopteren. We hebben gekozen om de boom op deze plek te adopteren omdat het gewoon een heel wijd uitzicht heeft. Niet vanaf de boom, maar wel vanaf het bankje wat erbij staat. En dat wijdse uitzicht betekent juist voor ons heel erg veel. Want het is de plek waar opa en oma vroeger hebben gewoond. Oma's boerderij heeft hier gestaan. Ze hebben hier hard gewerkt hun hele leven hier in Leidschendam. En dat kan je allemaal zien vanuit, ja, vanuit de plek waar de boom eigenlijk staat. En dat is alleen maar heel erg mooi. Ik kom hier best wel vaak ook met de kinderen. Ja, de kinderen vinden het mooi, want hij is natuurlijk groot en lauw, dus dat vinden ze super mooi. En ja, iets, het is van oude opa, ze hebben oma nooit gekend, dus ze hebben het altijd over oude opa. Dus dat, ja, dat maakt, ja, het maakt iets moois voor ze en iets tastbaars toch nog, een boom. Ja, we vinden het ook wel mooi om, zeg maar, als je hier naartoe komt, dat je verder kan vertellen aan je eigen kinderen van verhalen over oude opa en oma, maar ook straks over hun eigen oma en ja, noem maar op. Dat je dat gewoon mee kan geven aan hun weer. Dat je een boom groeit en het leven blijft bestaan. Dus dat is ook gewoon mooi.